Een man is gisteravond in zijn eigen woning aan de Ieperlaan overvallen. Vier mannen drongen rond 7 uur de woning binnen. De man moest een geldbedrag, een laptop en een telefoon aan de overvallers afstaan. En tijdens de overval werd hij mishandeld. Direct nadat de mannen de woning hadden verlaten, werd de politie ingeschakeld. Die begon met het uitkammen van de omgeving met behulp van het zogenaamde ringsysteem. Dit systeem is ingezet om het aantal straatroven en overvallen af te stoppen. Dat betekent dat we, als wij een politievoertuig, of het nou een opvallend voertuig is of onopvallend, of een motorrijder, of iemand op de fiets of iemand in burger, heel gericht op specifieke locaties rondom een plaatsdelict kunnen brengen. Waarbij we niet zomaar een aantal voertuigen naar het plaatsdelict brengen, maar in een omgeving, een zogenaamde ring, op specifieke strategische plekken politievoertuigen en politiemensen inzetten. En dat heeft gisteren ook in geresulteerd dat we uiteindelijk 3 verdachten hebben kunnen aanhouden. Hoewel de 4de dader nog voortvluchtig is, is de politie blij dat het zo snel na de overval 3 mensen heeft kunnen aanhouden. Daar waren we gisteren zeer blij mee dat dat systeem via de meldkamer in combinatie met de politieeenheden op straat in staat zijn geweest om binnen een paar uur 3 verdachten aan te houden. Goed, u kunt verder van de daders en ook van de persoon in kwestie die overgevallen is, daar kunt u verder niks van zeggen? Nee, daar kan ik in het belang van het onderzoek nog even niks over zeggen. En die 4de dader, wat is daar al iets over bekend? Want die is nog voortvluchtig. Dat moet uit het onderzoek blijken hoe we daarbij gaan komen.